Dag lieve mensen, hartelijk welkom bij deze video. Nog even een update. We gaan het even hebben over communicatie. En weliswaar de communicatie in eerste plaats naar jezelf toe. Waar durf jij niet eerlijk te zijn naar jezelf? Wat durf je niet toe te geven aan jouzelf, wat je nodig hebt van jouzelf? Maar ook van jouw tweelingziel. Waarin durf je niet te communiceren vanuit je hart, wat jij voelt, wat jouw verdriet doet? Wat je positief vindt, wat je negatief vindt, of in ieder geval wat jij voelt, welke emoties dat jij voelt. Het is heel belangrijk om je bewust te worden van wat jij voelt en dat je dat ook kunt communiceren. In eerste plaats naar jezelf toe. Vanuit een verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke energie in jouw systeem, in jouw energiesysteem. Vanuit die verbinding mag jij communiceren naar jezelf toe. Wat heb ik nodig qua communicatie? Heb ik nodig dat iemand mij geruststelt? Of heb ik het nodig dat ik dat iemand mij complimentjes geeft? Of wat heb ik nodig van een ander? Heb ik iets nodig van een ander? Of is het als gelijkwaardigheid, uitwisseling, transparantie? Als je transparant bent naar de verbinding, in de verbinding met jezelf, dan kun je naar jezelf toegeven van ja, ik voel dit. Ja, ik heb dit nodig. Ja, ik durf hier niet over te spreken, want ik ben bang, stel, hè, dat je gewoon je waarheid uitspreekt. Dat je bang bent dat die ander jou niet meer wil. En dat kan een hele grote factor zijn. En dat heb ik ook heel lang gehad. Maar nu merk ik aan mezelf, nee, ik moet dat zeggen, want ik voel me er niet prettig bij. Bij dingen die niet stromen, dingen die ja, stoppen of hè, waar het niet stroomt zoals het eigenlijk zou mogen. En vooral qua communicatie, dat daar iets mag veranderen, dat daar iets op een ander niveau mag gaan plaatsvinden. En dat mag je aangeven. En dan kun je natuurlijk hopen dat die ander daar klaar voor is. Dat is nog een tweede, dat mag je dan afwachten. Maar als jij niet het voorbeeld geeft van dit is hoe ik wil communiceren met je vanuit mijn hart, vanuit wat ik voel voor jou, dat wil ik jou mededelen. En daar wil ik dus een transparante communicatie in hebben. En een eerlijke, van hart tot hart communicatie. Niet met een stukje ego eromheen. Niet met een stukje terughoudendheid. Nee, dit is wat ik voel. En daar mag die ander op reageren. En dat is eigenlijk belangrijk. Als jij dit voorbeeld, dus Divine Feminine of Divine Masculine, als die in een stukje zitten. En een Divine Feminine loopt nog achter wat dat betreft. Dan mag je dat eerst eens naar jezelf toe communiceren. Van eigenlijk heb ik dat nodig. Is er, voel ik dat de communicatie veranderen mag. Dus als je in een no-contact zone zit. In een separatiefase. Waarin er geen contact is. Dan mag je eerst eens naar jezelf toegeven. Wat jij wil vliegen. Wat jij nodig hebt naar jezelf toe. Van kan het zo blijven? Of heb je zoiets van, nee, ik ben toe aan een volgende stap. Kijk, of die ander daar aan toe is, is het dan nog een tweede. Maar als jij het niet aangeeft, weet die ander dat natuurlijk ook niet. Dus het is belangrijk dat je daar wel naar kijkt. En dat je jezelf in ieder geval toegeeft, toestaat van, ik mag mijn emoties communiceren vanuit mijn hart. Ik mag spreken vanuit mijn hart, vanuit transparantie, vanuit een eenheid in mezelf. Mag ik eigenlijk nu vanuit die eenheid in mijn eigen energie, mag ik aan jou zeggen van dat is wat ik voel, dit doet me verdriet. Of dit vind ik heel erg fijn, ja, dat je als je wel met elkaar gesproken hebt, dat je dat heel erg fijn vindt. Maar dat er misschien aspecten zijn die, minder leuk vindt. En dan is het niet vanuit een ego-stuk of van een stuk jaloezie, maar wat voelt dan? Omdat dat belemmerend werkt op de verbinding, dat het niet stroomt. Dat de verbinding tussen jou en de ander niet kan stromen. Als daar geen transparantie in is, van ja, dan mag iets gezien worden, zowel door jouzelf. Je moet je ook afvragen, waarom, wat doet dat met mij? Kijk, als er geen emoties komen, ik heb dat ook wel. En dan ervaar ik iets, dan zegt iemand iets. Dat wil niet zeggen dat ik daar een emotie bij heb. Die heb ik dan niet op dat moment. Maar dan weet ik wel dat dat belemmerend werkt voor de verbinding. En dat mag gezegd worden. Dat dat voor jouw gevoel belemmerend werkt. En misschien heeft die ander dat niet zo in de gaten.
En dan mag je dat wel communiceren. Dus als jij in een separatie zit, waar je af en toe contact hebt en je merkt van er stroomt iets niet, dan mag je dat wel aangeven van goh, hè, kunnen we eens met elkaar communiceren? Transparant, wees jij ook eens open over jouw emoties, wat jij voor mij voelt. En dan krijg je een gelijkwaardigheid in de energie. Dus als jij het goede voorbeeld geeft van zo communiceer ik vanuit mijn emoties, vanuit transparantie, dit is wat ik jou vertel, dan kan die ander daarop ageren en kan daar iets mee. En kan ook leren van, ja, ik mag ook eigenlijk zonder een oordeel te krijgen van een ander, of zonder een stukje angst te hoeven hebben van ik zeg wat ik voel. Want er zijn ook heel veel, als ik dat zie in de tweelingzielenverbindingen, dat heel veel divine masculines, eigenlijk wij divine feminines, wij willen natuurlijk heel veel liefde geven. En die liefde moet wel ontvangen kunnen worden. En als die dat niet gewend zijn om die pure liefdesenergie te ontvangen van iemand, en dat kunnen ze dan wel zeggen, ja, maar dat voel ik al. Ja, maar misschien hebben ze dat nooit in de relaties gehad. En als dat dan zo is dat ze dat in relaties niet hebben gehad, dan kan dat best heftig overkomen. En als ik dan terugkijk naar mijn energie, die was een jaar, anderhalf jaar geleden extreem heftig. Ja, dat weet ik. En dat is nu gelukkig veranderd. Dat is gewoon redelijk neutraal. Maar ja, dat mag nu wel vanuit een zachtheid, vanuit een liefde, zachtheid naar de ander toe, gecommuniceerd worden en in transparantie. Dus als jij je stukje communiceert naar de ander toe, mag die ander ook de mogelijkheid krijgen om dat te doen en dat ook gaan doen. En ook die keuze maken daarvoor. En dat is vaak lastig, omdat ze, als ze daarvoor kiezen om die communicatie aan te gaan, dan heeft dat natuurlijk ook iets te maken. Als jij een communicatie aangaat, betekent ook dat je een stap verder mag en kunt gaan. En wie weet zijn ze voor die stap nog niet klaar. Maar het kleine begin is ook een begin. Het kan ook gewoon met kleine stapjes vooruit. Het hoeft niet, misschien denken veel divine masculines dat wij divine feminines zoiets hebben. Ja, nu is het er en nu moet het gaan stromen, nu moet het meteen blijvend zijn en dit en dat. Nee, het kan ook gewoon op een rustige manier meer worden. En die communicatie kan meer worden na afspraken, ontmoetingen, dat soort dingen. Dus het kan allemaal stromen. En zodat beide partijen, dat is wel het stukje, zich daar fijn bij voelen. En dan, dat zul je dan wel moeten communiceren. Kijk, en als één persoon nog bang is om zich te openen voor de reactie van de ander, van, oh jee, dan komt ze met op de dakels, wat helemaal niet zo hoeft te zijn. Als je maar eerlijk bent, ik ben dan iemand, ik heb het hard op de tong, ik zeg wat ik voel, zeker aan mijn tweelingzin, nu. Ik zeg gewoon wat ik vind. En nu heb ik ook zoiets van, ja, ik kan dan niks aan doen wat jij dan voelt, maar ik moet het kwijt. En ik zeg dat in liefde. Ik zeg dat ook in hele rustige bewoordingen nu. Maar het mag wel gezegd worden, want ik mag ook in mijn kracht staan om dat te doen. En dat is wat ik dus ook nu doe. Sinds gisteren heb ik zoiets van, ik sta in mijn kracht, ik wil dat anders doen. En dat mag ook gewoon. Als je nu echt voor jezelf opkomt en echt zegt van dit is wat ik voel en dit vind ik fijn en dit vind ik niet fijn. En ja, is aan jou of je daar iets mee doet, ja of nee. En nogmaals, Divine Feminine, sta in je kracht. Sta in je kracht om te communiceren vanuit je hart, vanuit transparantie. Leer die Divine Masculines hoe het ook kan. Hoe je ook kunt communiceren vanuit je hart, vanuit transparantie, dat ze zich mogen openen. Zich mogen openen naar die Divine Masculine, Divine Feminine energie in hunzelf. Die in balans brengen naar hunzelf. Eerlijk zijn van, ja, dat is eigenlijk wat ik voel. Want wat ben ik aan het doen? Ik ben eigenlijk, ja, met mijn dingen bezig te houden. Die eigenlijk, terwijl ik eigenlijk bij haar of bij hem wil zijn. Moet je even zelf omschakelen. Maar, wat wil ik nu echt? En dat is eigenlijk het belangrijkste van wat wil ik nu echt? Kijk, ik weet wat ik wil, maar daarvoor moet je met dat stukje moet van twee kanten komen.
En daar mag iets in veranderen. Als de tijd er rijp voor is, als die ander dat ook wil. Maar als jij vanuit jouw hart spreekt, Divine Feminine, dan weet ik zeker dat dingen gecommuniceerd kunnen worden. En dat, al begrijpt die persoon dat op dit moment nog niet, dat je het zegt. Dat kan wel zo zijn dat dat volgende week zo is, of over een 2 dagen, dat kan ook, hè. Want geloof me, ze gaan er toch over nadenken. Want als jij in een tweelingzinnenverbinding zit, dat is toch iets dat wil je niet kwijt. En daar zou je moeite voor moeten doen. En ja, dan is het gewoon aan de Divine Feminine de taak om echt terug naar jezelf te, de energie terug naar jezelf te halen. En het even, ja, te laten voor wat het is. En die ander de ruimte te geven, dan komt oma weer. Ruimte geven dat er iets kan gaan stromen. 180 graden kan draaien, zegt ze. Ja, er mag gewoon iets veranderen. Dat is wat ze aangeeft bij heel veel mensen. En kijken wat belangrijk is. Wat is belangrijk? Wat is belangrijk? En je eens afvragen, wat heb je nodig? Niet in de zin van nodig hebben, maar wat brengt een verrijking, wat brengt een toevoeging aan jouw leven? Wat voegt iets toe aan jouw leven? En wat wat brengt problemen, zegt ze. Wat brengt problemen die nergens voor nodig zijn? En ja, oma is dan een beetje, ja goed, ik communiceer, als ik een reading geef, dan channel ik meteen ook mensen, maar zij is vaker wel aanwezig de laatste tijd. Ja, ze heeft zoiets van, er moeten dingen worden veranderd, er moeten dingen worden afgekapt. Bij heel veel mensen is dat zo, en de prioriteit moet liggen bij waar ze, wat in hun hart speelt. Hun hart moet open gaan staan voor, volledig gaan openstaan voor hunzelf. Hun hart moet open gaan staan voor transparantie. Het moet open gaan staan, het mag open gaan staan voor verbindingen aan te gaan die het waard zijn om te verbinden. En dat is dan die tweelingzielenverbinding ook. En eens even kijken of er nog meer komt. Ze geeft aan, ik heb gesproken. Nou, het is duidelijk. Maar velen van jullie mogen dus echt, en ook de Divine Feminine, daar in je kracht gaan staan. Staan voor wie je bent. Staan voor datgene wat je voelt. En dat mag je gewoon communiceren. Dus ik heb wel het gevoel dat heel veel Divine Feminines nu contact met hun Divine Masculine gaan opnemen. En daar iets losmaken in de energie. Doordat ze contact opnemen. Maar ja, dat is ook gewoon nodig. Dus de eclipse komt eraan. Wat hebben we nu? Vandaag is het de 17e. En dat heeft dus te maken met het stukje eclipse wat dadelijk komt. Het gaat eigenlijk heel veel 180 graden draaien. Het kan niet meer. Sommige dingen kunnen gewoon niet meer blijven zoals ze zijn. Dat dient een verandering te komen. Ik zie net 1333. Ik weet niet wat dat is. Ik ga dat even opzoeken. Ik heb het gevoel dat dat nodig is. Oh, ik heb het weggezet. Oké. Dan heb ik dat weer uit. Oké. Dat had ik dus echt wat verder afgezet. 133. 13. Zei ik dan? 1333. Ja, de 3. De 3. Wat is dat? De 3 is: you are on the road to growth and expansion. The path is unfolding with perfect timing. Dus je bent op het pad naar groei en expansie. En het pad is eigenlijk aan het ontplooien met perfecte timing. Dan ga ik nog even kijken, 133. Wat is dat? Jesus and Holy Masters are guiding you now. Darkness is being brought into the light. It's time to expect miracles. Dus Jezus en de Heilige Meesters zijn eigenlijk jou aan het begeleiden nu. Om de donkerheid, de moeilijke stukken, naar het licht te brengen. En het is tijd om wonderen te verwachten. Nou, dat is dus wat ik ook voelde. Van, ik mag iets. En nu zie ik 14-14. Ja, als we zo door blijven gaan, dan zie ik dan natuurlijk 15-15 ook. Maar het voelde ook alsof ik deze berichten moest opnemen. Voor wie het
resoneert het. Voor wie het niet resoneert, ja, dan resoneert het niet, dan laat je het los. Heel simpel. En dan kan het over een maand of zo resoneren, dus deze video's zijn tijdloos. En de kaart, of de nummers 144 is 100.000 angels are enveloping you in their light and love. Dus heel veel engelen zijn om je heen in heel veel licht en liefde. En dat is ook dat je dus echt vanuit liefde gaat communiceren. Vanuit liefde voor jezelf, maar ook voor de ander. Weet je, het is niet zo dat je de ander pijn wil doen. Maar je mag wel vanuit liefde voor jezelf spreken. Wat jij fijn vindt, wat jij niet fijn vindt. En dan mag die ander wel of niet op reageren vanuit liefde. 4. Let your truth be your teacher. Trust in all that you feel and let your joy lead. Dat is wat ik dus net zei. Laat de waarheid eigenlijk jouw leraar zijn. En vertrouw in alles dat jij voelt en laat je vreugde je leiden. Dus als jij zegt van, weet je, dat is wat ik voel, dan mag je communiceren. Ik doe dat nu ook en ik hou me ook niet meer in. Dat is wat ik voel en ja, wat je ermee doet. Ik hoop dat de mensen die het aangaat, dat er iets gebeuren gaat en er iets gaat stromen. Maar ja, dat kan ik ook niet forceren en dat kan niemand forceren. Het is jouw eigen proces. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid, jouw eigen keuze van waar leg jij je prioriteiten. Leg je die bij jezelf en bij de verbindingen die je hebt of leg je die buiten jezelf? En zoek je die positiviteit, die liefde buiten jezelf. Het is aan jou om daarmee aan de slag te gaan. Dankjewel, Divine Feminine, zet hem op. Kies voor jezelf en ja, laat het stromen wat er stromen mag. Maar blijf niet, als jij het gevoel hebt van ik moet contact opnemen, doe dat gewoon. Weet je, het is geen verkeerde tijd. Je krijgt die tijd, je voelt wat op die tijd die nodig is. En dat pluisje wat je al ziet is mijn microfoon trouwens. Ik dacht net al van de stad en mijn telefoon kapot was, maar dat is niet zo. Maar in ieder geval wens ik jullie ontzettend veel succes. En zeker voor de eclipse. Ik heb het gevoel dat er nog heel veel losgerakeld wordt, losgerammeld wordt. Dat echt iets, ja, 180 graden, al is het maar bij jezelf, hè, 180 graden gaat draaien. Ik wil niet zeggen dat die ander dan 180 graden gaat draaien. Of in ieder geval zich zijn of haar energie verandert. Maar het belangrijkste is dat jij in je kracht gaat staan en dat jij staat voor wie je bent. En vanuit transparantie, vanuit liefde voor jezelf gaat communiceren. Zodat je een voorbeeld bent voor degenen die dat nog niet doen. En dat die jouw voorbeeld mogen volgen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Dus kies voor jezelf. En ja, dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie heel veel succes. En wie weet tot hoors en tot ziens. Dankjewel en namaste.